Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal en welkom bij de Magic Life of Axel. Ik heb vandaag een leuke aankondiging, want ik ben hier in Zoom-sessie met Charlotte. Zij verblijft momenteel in Spanje. En Charlotte gaat jullie het leuke nieuws vertellen dat wij te vertellen hebben. Ja, hallo. Kei fijn om erbij te zijn vandaag. Ja, we hebben iets heel plezant te vertellen. Axel en ik, wij starten een heksenopleiding. En dat is echt de eerste heksenschool van Vlaanderen. We zijn daar heel enthousiast over. En ja, eigenlijk kunnen we niet wachten om daar een beetje meer over te vertellen. Dus we zouden het vandaag graag hebben over het onderwerp een heks zijn. En eens zien of dat je voelt wat dat voor jezelf kan betekenen. En of dat je eigenlijk roept, hè? Heks zijn. Want ja, laat ons eerlijk zijn, Axel, dat is een woord waar dat heel veel lading op zit. Al heel lang. Ik weet niet voor u, ik weet dat wij alle twee ons heel hard identificeren met het archetype van de heks. En dat wij ons echt ook een heks durven te noemen. Mm-hmm. Ik vraag me wel aan bijvoorbeeld voor u, ja, wat betekent dat dan dat je een heks bent? Kun je dat kort uitleggen? Ja, dus het heks zijn op zich heeft mij ook wel even geduurd om te zeggen van oké, ik kan dat woord gebruiken, ik ben dat nu. Ik denk dat er inderdaad veel lagen op zitten en dat de healing die ik zelf op mezelf heb gedaan ervoor gezorgd heeft dat ik dat vandaag kan zeggen. Dus dat duurt waarschijnlijk wel even. En ik denk dat bij iedereen dat oncomfortabele er zo nog wat af moet. Maar uiteindelijk als je in je kracht gaat staan, dat je dat heel makkelijk gaat kunnen zeggen. Voor mij betekent dat effectief het besef van ik ben een ziel in een lichaam. En ik embody mijn feminine side. En wat betekent die feminine side? Dat is kwetsbaarheid voornamelijk. Sensualiteit, seksualiteit. Dat is geen schaamte, gewoon geen oordeel. Dat is, gelijk jij het heel mooi kunt verwoorden, soms de wilde vrouw die gewoon leeft. Via de natuur en via haar cyclus en de baarmoeder. En dat gaat gepaard met dus het weten van een ziel en een lichaam. En dan, oké, ik heb connectie met een andere wereld. Ik ben hier met een missie. En ik kan door die andere werelden te weten komen wat dat ik hier moet doen. En hoe dat ik met mijn emoties moet omgaan en dergelijke. Dus echt de magie van die andere werelden integreren in het aardse. Maar ja, dat is kei mooi gezicht. Dat is zo heel allesomvattend, vind ik. En ja, ook typisch dat jij direct over de andere dimensies bezig bent. Je bent echt ook een dimension hopper, zoals mij. Ik ben dat ook. Natuurlijk, niet iedereen is dat. Ik geloof daar wel in dat iedereen dat kan. Maar ik denk dat in sommige mensen wat meer staat dan anderen. En wij zijn zeker twee dimension hopping witches. Hè? Misschien hebben we dat alle twee tekenen, die lading. En we hebben daar ook al heel wat in... Allee, jij hebt al heel wat dimensies bezocht en ik ook. Dus ik denk dat we hebben daar wel wat ervaringen. Dus dat, voor ons is dat makkelijker. Is dat zo... Een deur die nooit meer dicht gaat. Ja. En wat betekent heks zijn voor jou, Charlotte? Ja, ik denk dan eigenlijk direct aan de helende vrouw. Dat is wel het eerste wat daar mee opkomt altijd. Ik geloof daarin dat als jij je geroepen voelt als heks, en als je die heksenkracht voelt aanwezig zijn ergens, of dat dan nu al volledig tot uiting komt of niet, bewust hè, of onbewust, kan dat ook. Dan zit daar ergens een medicine woman in u. De helende vrouw. De vrouw die eigenlijk ook met anderen bezig is. De vrouw die bezig is met haar community. En dat zij degene mag zijn waar dat mensen naartoe komen. Dat ze eigenlijk vanzelf een magnetisme rond haar heeft, over haar heeft. Ze trekt mensen aan die hulp nodig hebben. Ja. En die eigenlijk door de basishulp die er is... de eerste lijnhulp of nog andere hulplijnen, die niet geholpen worden daardoor. En dus ik denk dat mensen bij een heks terechtkomen als ze antwoorden zoeken en als ze nood hebben aan de spirituele hulp, de diepgaande hulp, als er wonden zijn die blootgelegd worden, ja. Dan komen ze bij de heks terecht. Dus als je een heks bent, dan voel je dat ook aan, wie dat de hulp nodig heeft. En dan voelde ook aan dat je hier echt wilt serven op aarde. Je wilt hier echt een verandering gaan brengen. En natuurlijk, wat je aanhaalt, dat voel ik ook heel hard. Hè. Zo die sensualiteit en die seksualiteit. De schaamte die daar misschien nog rondhangt. Om dat eigenlijk open te gaan trekken. Taboes doorbreken. Natuurlijk, dat is iets dat moeten we doen als heks. Je kunt gewoon niet anders. Je hebt zoveel facetten. Ja, voilà. Lagen en... Je kunt er echt een uur praten eigenlijk alleen al over wat is het om een heks te zijn? Wat doet een heks? Van waar komt het? Ja. Dat zijn ook dingen die wij dan gaan bespreken in onze school, hè, opleiding.
Ja, het is dat, want je moet ergens weten van waar dat je komt. En je moet ook de historie van de heksenkracht begrijpen om nu te kunnen intappen in je eigen kracht als vrouw. En ja, het is eigenlijk onze missie gewoon om u al die kennis mee te geven. Hetgeen dat wij van het vorige leven al gechanneld hebben. Want we hebben al die wondes van al die vrouwen hebben wij doorgaan. Wij hebben ook voor anderen al veel geheeld, voor onszelf geheeld. En wij kunnen nu iets neerzetten dat heel gegrond is, hier op aarde. Hoe ga je aan de slag als heks en wat zijn de tools die je nodig hebt? Maar wij geven ook wel gewoon heel die historie mee van heks zijn tot in de 1600 en zelfs daarvoor eigenlijk. Joch, want daarvoor was eindelijk. Het ja, hè, way, way, way back gewoon. Hè. Ik moet zo mijn arm niet al achter doen als ik het zeg, dus dat voelt wel extreem. Ja, dus dat is heel allesomvattend wat wij willen meegeven daar. Hè. Ja, en we proberen eigenlijk magie in zijn ja, en dat ook weer moeilijkere woord voor veel mensen, wat aardser en wat menselijker te maken. En dus toegankelijk voor iedereen die er gewoon voelt van oké, hier kan ik iets mee, dit wil ik leren kennen. Ja, dus, inderdaad. Misschien moeten we beginnen bij het idee dat Charlotte een idee had op een dag. Ja, dat klopt. Ik ben in de human design een generator, dus ik ben altijd eigenlijk bezig met energie om te zetten naar iets volgend. En dat was een dag dat ik hier dus op het stukje land dat we hier hebben in Spanje. Hier is een heel prachtige, heldere energie. En ik stond echt op het land in de zon. En ja, ik begon te channelen over een nieuw programma dat ik moest creëren. En dat hier mocht voortvloeien vanuit die pure energie die hier hangt. En de connectie die ik hier met mezelf kan maken van ook wel de wilde vrouw. En ja, stilletjes aan begonnen er downloads te komen. En ik begon allemaal op te schrijven. En er kwam echt gewoon door van, ja, in dat programma hoort Axel op een of andere manier. En ik snapte dat niet helemaal. Want je moet denken, Axel en ik, wij zijn gewoon al heel lang vriendinnen. Ja, echt al, van al 13, 14 jaar kennen wij elkaar. En soms hebben wij elkaar intens gekend. En dan weer even niet. En dan weer terug wel. En die spiritualiteit heeft ons eigenlijk echt ook terug enorm samengebracht. Ja. Ja, we zijn echt zo onze paden kruisen terug opnieuw. En we waren alle twee zo ja, getransformeerd als vlinder precies ineens. Van een rups naar een vlinder. Twee nieuwe personen eigenlijk. En voilà, haar naam kwam door. En ik dacht in het begin, oh, is dat hier voor een stukje of zo? Maar ik was echt nog maar bij het begin van mijn programma. En dus ik bel haar direct, ik leg dat uit. En ik zei van, laat dat eens rustig binnenkomen. Ja, en dan heb je dat laten binnenkomen. En ja, ik weet niet, misschien wil jij vertellen van wat je dan allemaal voelde of zo, als je dat vroeg. En wat dat er toen in uw leven speelde. Interessant. Dus ja, vergeet niet, we waren toen alle twee bezig met dat tweede chakra ook enorm, hè, waar we heel veel rond werken. Hè. Dus interessant is wel, ik ben een projector. Hè? Dus ik moet wachten op Charlotte heeft mij mooi een uitnodiging gegeven van, wil jij? En ik moest eigenlijk gewoon kiezen. Ik hoef niks te doen, maar ik mag. Ik heb dat dan overlegd met mijn eigen spirit team. Van oké, is dat gunstig dat ik dat doe? Hè? Het was een dikke ja. Ik wist ook nog totaal niet wat er ging uitkomen. Maar het is wel zo dat ik op dat moment die week een post had gedaan over de baarmoeder. En alle heling daarop van de vrouwelijke lijn. En hoe dat toch nog altijd heel fysiek wordt bekeken. En ik echt geloof dat de hele valt. Energy-wise en shadow-work-wise. En zij had daar ook destijds dezelfde week een post over gedaan. Dus we zaten in in dezelfde vibratie, dezelfde energie. En toen heb ik dat dus besproken met een spirit team. En ik had zoiets van, oké, let's do this. En omdat we hebben heel veel vuur, allebei wel. Jij bent ietsje geaarder, maar ook, we hebben bepaalde placements die ervoor zorgen dat wij die leiderkwaliteiten hebben, allebei. En dat was heel makkelijk om dus samen iets te doen, vond ik. Dus dat vloeide meteen zo van, jij doet dat en ik doe dit. En ik vond dat een hele leuke samenwerking. Dus dat was voor mij al gewoon het gevoel van, oké, dit klopt. Ja. Ja, dat is keihard waar. Ja, inderdaad. Ja, we hebben dat leeuw en steenbok gegeven, alle twee enorm in ons. Hè. Ja, bijna tegenovergestelde, maar het werkt. Ja, gelijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. En dan op dit moment is er weer een vlinder voorbij. Kei mooi. Een vlinder. Ik zeg hallo. Ja. Daar heel staat een libel en nu is het een vlinder. Ja, transformation everywhere. Ja, ik weet niet, er komen spirit animals iets tegen of zo, maar ik heb daar straks ook die kaart getrokken, hè, voordat wij begonnen van het kracht hier, hè. En nu komen er effectief dieren langs, dus dat is wel heel fijn.
Ja, dus dat is ook iets dat je gaat leren kennen als je bij ons in de opleiding start. Van oké, wat is jouw kracht hier? Hè? Iedereen heeft een kracht hier. Wat zijn de elementen waar jij mee werkt? Dus dat zijn ook dingen die dan naar boven gaan komen. Maar misschien moeten we even beginnen met het begin. En dat is dat wij dus ons programma toen gestart zijn vanuit een live traject van 6 maanden. En de bedoeling daarvan was om iedereen die dat een beetje de verloren loopt in de spirituele wereld, in de zin van waar moet ik beginnen, hoe moet ik met dit gevoel omdat ik anders ben en dat ik effectief intuïtief dingen doorkrijg. Dus zijn zo, vanuit daar zijn we eigenlijk gestart van hoe kunnen we die mensen iets solid bieden dat makkelijk is om te leren en dan zo hun zelfvertrouwen op te bouwen om uiteindelijk na 6 maanden echt die heks te zijn en er te staan. En dan kan je zelf kiezen, voel ik daar een missie achter, sales-wise, of is dat puur gewoon voor mij te helpen begeleiden in mijn eigen pad? En vanuit daar is het eigenlijk gestart. Maar dan hebben wij beseft van, wow, dat is hier goed aan het gaan. En ik denk dat wij allebei de drang voelden om dat groter te maken dan het dan al was. Dus zijn wij meteen dat gaan verbeteren en gezocht naar een hele leuke app om echt een community te kunnen samenbrengen, waar dat het geheim is, waar dat onze heksencoven is, waar dat wij eigenlijk in veiligheid samen alles kunnen ontdekken en verhalen delen. En zo is dan Clandestine gestart. Yes, en Clandestine is dus de naam van onze heksenopleiding. En die naam betekent hetgeen dat eigenlijk verborgen zit. Hetgeen dat je niet kunt zien, hetgeen dat je dat onder de surface eigenlijk plaatsvindt. En we hebben die naam natuurlijk gekozen omdat wij als heksen zoveel generaties onder de radar zijn moeten blijven en eigenlijk in het geheim zijn moeten beginnen helen, omdat dat niet de mainstream was, omdat dat buitengewoon was en dat werd niet geaccepteerd heel lang, eigenlijk nu nog niet. En Clandestine is echt, onze intentie bij Clandestine is echt that was hidden, we're bringing it to light. Dat is ook onze ondertitel. En we zijn dus inderdaad al bezig met een groep van 30 vrouwen. Dat gaat echt enorm goed. Dat is super plezant om te doen. En zoals dat Excel zegt, dat kan zijn dat je bent beginnen mediteren. Dat kan zijn dat je ergens op een spiritueel pad terecht bent gekomen. Dat kan zijn dat je ergens op crossroads zit in je leven, op relatievlak, jobvlak, vlak qua persoonlijke ontwikkeling voor jezelf. Het kan zijn dat je wilt verhuizen. En dat zijn vaak zo van die live events die ervoor zorgen van, wacht, wat is mijn identiteit? Wie ben ik op salesniveau? Er is hier iets aan borrelen en ik weet niet hoe ik daar moet mee omgaan. Het kan ook zijn dat je echt grote levensvragen hebt en dat je in het klassieke systeem geen antwoorden vindt, op geen enkele manier. Hè. Weet dan dat je in de heksenkracht terechtkomt. Vanaf dat het ongewoon wordt voor jezelf of voor de maatschappij, de samenleving, dan kom je eigenlijk in de heksen vaak terecht. Dat gaat altijd een klein beetje buiten het gewone zijn, want je werkt met magie. Je connecteert de vijfde dimensie met de derde dimensie en je gaat gewoon full-on werken met je eigen team, met je gidsen, met God, met het universum. Met krachtdieren, met kristallen, met kaarten, met pendels en zo verder. En je gaat heel veel kennis opdoen daarom, maar je gaat ook geleide meditaties doen. Je weet dat je dezelfde persoon niet blijft als je meedoet, want je gaat waarschijnlijk al in een transformatie zitten, maar wij gidsen je daardoor, waardoor dat je eigenlijk kunt worden wie dat je altijd al moest zijn. Dichter bij jezelf, dichter bij je kern, lage pillen, tot als je echt voelt van ja, dit ben ik op zielsniveau en dit wil ik hier neerzetten op aarde en dit resoneert nu eens echt 100% en de rest ga ik laten vallen. Zo, dat is echt ons idee van Clandestine. Van, brengt voor jezelf ook aan het licht wat je zelf hebt verborgen gehouden of zo. Heb je jezelf klein gehouden als heks? Oké, kom, haal dat deksel eraf en ga nu eens schijnen. Zo, wij willen u dat vuur ook bieden om te kunnen schijnen in onze community, in onze coven. En ik zelf er een kaart op getrokken niet, dus ik geef nu het woord weer aan haar. Ja, het was echt zo wat divinely guided om dat nu te doen. Dus ik heb gevraagd van, wat moeten ze dus hier verder op aanvullen van weten? Heel belangrijk, we hebben hier een mooie kaart, Archon. Ik weet niet of je het kan zien. Mooi. Ja. En dus wat heel belangrijk is om te weten, is dat het ook gender neutral is. Dus mannen en vrouwen, iedereen die zich... Maakt niet uit wie wat dat je voelt dat je bent. Je bent welkom en je bent heks. Als van het moment dat je eigenlijk met
ja, met de krachten van het universum te werk gaat, is er geen oordeel, no judgment. En dat is eigenlijk wat je ook gaat leren. Dus ik vind het heel mooi om hier daarvoor te lezen. Mag ik even inpikken? Ja. Dus, mijn gidsen werken enorm hard, ook met elektronica en zo verder, en achtergrondgeluiden en dingen die gebeuren, zoals die dieren en zo. En nu, op het moment dat je dat zei, van, het is genderneutraal, dus van het moment dat je met de heksenkracht voelt dat je daarmee wilt werken, zijn je welkom. Op dat moment kwam er een ambulance langs bij u, hè? Was een sirene op de achtergrond. Dus dat wil zeggen dat dat enorm belangrijk is wat je daar aanhaalt. Hè? Dat het dus niet vasthangt aan een geslacht. En dat je gelijk, hoe dat jij je voelt, hè? Dat jij gewoon als mens mocht meedoen aan ons programma. En dat je jezelf daar toestemming voor mocht geven. En dat wij u bij deze ook toestemming geven om naar ons te komen, om je te laten begeleiden met heel veel liefde. Exact. Voilà, doe maar verder. En de tekst dat erbij hoort is: Your biology and gender are creative and powerful means for you to express your soul path. Sometimes you may feel limited by gender constraints or stereotypes, but your spirit can never be restricted or controlled. Embrace the journey of what it feels like to be you in your own body. There is much benefit and healing to be gained through the embrace of the life journey, including the deeper experience of the absolute freedom of your spirit. En daar is waar het gaat, de vrijheid van de ziel. En u leren vrij voelen in dit lichaam. En dat wat je gekozen hebt om te zijn, is het man of vrouw, is het de dochter van die of de vader van die, alles heeft te maken met waarom, met de reden achter het zielspad. En dat zijn de dingen die je ook gaat te weten komen, waardoor dat je veel vrijer kunt gaan leven. En nog een heel mooie zin is hier dus: The presence of Archon, her presence is a reading and a sign that any error in judgment shall be corrected and any loss shall be restored. If you have been off your path or become disconnected from the real self, she is the innate understanding and the power within your heart that pulls you back into your authentic connection and your true direction. Oh, ja, dat is prachtig. Dus dat is... Ja, ik vind dat ook... Ja. Ja, ik vind dat heel schoon ook zo, dat idee van no judgment. En dat is heel hard aanwezig nu al in onze Coven. Dat is onze online community in die app. Van Clandestine, daar is geen judgment. Mensen posten soms de gekste dingen die ze meemaken. Wij vragen daar ook echt naar van deel uw ervaringen, deel de magie die je meemaakt, de positieve zaken en de moeilijkere zaken. En dan is er altijd een full engagement van de groep om elkaar te ondersteunen. We werken ook echt met helende spreuken, waarbij dat we al wel wat zaken hebben gemanifesteerd die voor ons zelfs, we zijn er nu al wel lang mee bezig, waar dat wij echt blown away van waren. Dus, ja. Omdat je natuurlijk gewerkt met een groep, dus je kunt de synergie van de groep inschakelen om een bepaalde manifestatie tot uiting te brengen. En dat is zo krachtig. En dat gebeurt er als je als zielen gaat connecteren en een bepaalde intentie gaat zetten op een energie. En dan, ja, dan kan het echt gebeuren. Hè? Ja, dus het is een beetje zoals gewoon prayer. Als iedereen over de hele wereld samen prayers zegt, mantra's, dat is zo krachtig. Het woord, het geschreven en het gesproken woord. En als je dat dan doet met mensen die allemaal met diezelfde intentie op die vibratie zitten, dan creëert je eigenlijk magie. We beginnen vanuit het live traject. Hè? Dus we doen één keer per jaar een live traject van 6 maanden. En dat komt er dan op neer dat je om de 2 weken met ons hier in Zoom live gaat. En wij leren jou kennen en wij leren jou eigenlijk elke keer een ander thema aan, andere tools. Hele leuke programma elementen die jij kan vinden op de website, mooi geordend. En dan kom je terecht in een coven, dus een geheime heksenkring. En dat is via de app. Dus je krijgt van het moment van inschrijving eigenlijk een login. En dan kan je in jouw geheime meeting, jouw geheime space, clandestien. En vanuit daaruit vertrekken wij eigenlijk. Nu, wij zijn ons heel bewust van het feit dat niet iedereen die tijd daarvoor heeft, of het geld heeft daarvoor gespaard of eender wat. Dus hebben we gedacht van, kijk, we gaan een tweede pakketje maken. Dus nu ga ik het teruggeven aan Charlotte. Ja, dus wij hebben ook gezorgd dat er een versie is waarbij dat je op je eigen tempo heel het programma kunt doorgaan. En waarbij dat je wel alle mooie ervaringen kunt meemaken die in zo'n live programma zouden zitten. Dus ja. Je doet het on your own pace, maar er is bijvoorbeeld wel een live cirkel, waar dat je bijvoorbeeld met dat eerste programma ook gewoon hebt. Ene cirkel in het programma, dat is dan de slotcirkel, de covencirkel.
Waarbij dat iedereen een echt samenkomt. En dat we nog veel zottere zaken gaan doen qua magie dan dat je online doet. En waarbij dat er ook wel een one-on-one zit, want dat zit in dat live programma ook. Dus dat zijn eigenlijk echt alle voordelen. Dus dat is toch nog altijd echt een volledig luxe pakket, zal ik maar zeggen, om je te laten ondersteunen om heks te worden. Maar je doet het op je eigen tempo en je kunt er eigenlijk ook direct mee beginnen. Hè. Vanaf dat je je dan inschrijft, nu ga naar de website, je koopt het aan en je begint bij wijze van spreken. En de eerstvolgende cirkel doe je mee. Natuurlijk, sommige mensen die zeggen van ja, maar ik moet niet per se al die extra's hebben en ik wil gewoon eigenlijk de basis meekrijgen van jullie. Dan hebben we ook een pakket gemaakt waarbij dat eigenlijk de one-on-one sessies niet zitten en de live circle niet zit, maar waarbij dat je je gewoon focust op de lessen via Zoom. Je zit ook gewoon mee in onze coven. Hè. Je kunt wel op de app volgen en zo. Maar je doet het nog meer eigenlijk op je eigen tempo en voor jezelf. Hè. Dus dat kan zijn dat je zegt, ik heb niet per se nood aan al die extra's. Hè. Dus dat is dan eigenlijk echt een basispakket waar dat je het ook op je eigen tempo gaat doen. Ja. Ja. En we hebben er alle drie namen gegeven. Dus het live pakket met alles op en aan, waarbij dat je elke 2 weken met ons zoomt, heet de clandestine priestess. Priestess is the highest... Goddess, higher version, higher self. Dus dat is eigenlijk het logische, het luxe pakket, om het zo te zeggen. En het pakketje waarin dat je het op jezelf doet, maar wel nog de live elementen erbij hebt, dat is de Empress. Dat komt net onder de priestess. En dan als beginnend pakketje, als je zegt van, goh, ik heb echt die basis nodig, dan ben je de clandestine maiden. Maiden. Ja, dus dat zijn eigenlijk drie keuzes die dat je hebt, drie pakketten die we gemaakt hebben, met het idee weten voor ieder wat wil. En je moet gewoon invoelen voor jezelf, als je dit voelt, hè, van ja, waar roept mij hier? En kijk ook eens naar de uitleg, we hebben het mooi uitgeschreven, wat dat er dan allemaal in zit. Kijk naar de onderwerpen en voel eens in wat dat er voor u zou werken. Je mocht ons ook altijd mailen, als je niet zeker bent of zo, als je er even wilt over paddelen. Als je zelf al bezig bent met spiritualiteit, kan je zelf een kaartje trekken van oké, wat brengt clandestine voor mij? Dus dat is iets dat je zelf al in kan vragen, stel dat je daar al mee bezig bent. En zo niet, dan kunnen wij dat ook voor jou doen. Ik heb destijds ook een hele leuke pick-a-card gedaan met 5 kaarten, die ik ook nog op de website zal zetten. En dan kan je eigenlijk daar eens voelen van, goh, wat zou clandestine voor mij brengen? Ja, inderdaad. Je kunt ook eens met de pendel werken of zo. Of, Ja, alles kan. Vraag toch of dat er een dier mag langskomen vandaag om u te tonen wat de bedoeling is. En dan kun je het gewoon opzoeken wat die animal betekent. Hè? Ja, want of je het nu wilt of niet, uw spirit team is al met u bezig elke dag. Ze proberen uw dingen duidelijk te maken, ze proberen u te begeleiden. Dus als je een klein beetje alerter al bent, doet dat eigenlijk al superveel meer om in een kleine hogere vibratie te stappen. Ja, en weet dat als jij hier nu naar aan het kijken bent en er gebeurt wel iets in je lijf of zo, je voelt wel een buzzing energy of allez, het roept je wel, je bent nog altijd aan het kijken nu. Weet dan dat waarschijnlijk je gidsen zijn die je aan het sturen zijn van ja, dit doen. Maar het kan ook zijn dat je voelt van ja, nee, dat is nog niet voor mij, maar misschien voor een vriendin van mij. Stuur het dan even door naar haar. Dat is misschien wel tof dat we elkaar ook helpen als heksen. Misschien zijn er mensen waar je aan denkt van wow, die kunnen dat interessant vinden. Stuur dat door. Weet je, wij moeten elkaar wakker maken. We moeten elkaar echt ondersteunen. Ons doel is gewoon om zoveel mogelijk heksen in hun kracht te laten staan. Zodat ze na ons traject ook gewoon op zichzelf verder kunnen. Want één keer dat die poorten opengezet zijn van die energy work. En één keer dat je die kennis hebt. Dan begint u vanzelf zaken te herinneren die echt op DNA-niveau zitten. Dus die echt gewoon in u gegroeid zijn van generatie op generatie, van vrouw op vrouw. Weet dat jij al in de baarmoeder van je moeder aanwezig was op het moment dat uw moeder aan het groeien was in de baarmoeder van uw grootmoeder en zo verder. Dus dat wordt zo doorgegeven en gaat dan maar een paar generaties terug en je zit in de heksentijd in de 1600. Dat is niet zo ver weg allemaal. Dus je moet maar denken, dat zit daar en dat wordt wakker gemaakt, dat wordt getriggerd. En dus als dit u triggert, ga dan kijken, want dan wil het zeggen dat het misschien iets voor u is. Ja, dit niet unlocked eigenlijk. Ja, voilà. En dat is wat wij al lang aan het doen zijn, maar wat we dus nu echt in een programma gegoten hebben. Verschillende programma's en dus verschillende extra opleidingen, waar ik persoonlijk wel echt maar zo enthousiast over ben. Dat is nu echt dus helemaal, dat klopt.
Dat is zo van, ja, dit moeten wij nu neerzetten. Wow. Ja, het is echt zo leuk om te doen en om de dankbaarheid ook te krijgen gewoon van iedereen, dat je gewoon voelt van, ja, they're happier and they're getting to know themselves. En zo, dat je mensen echt ziet groeien. En dat ding, het leuke ding is ook gewoon, Charlotte deed het al alleen, ik deed het al alleen, maar door dan eigenlijk samen onze handen in elkaar te steken en onze spirit teams te laten connecten, trekken wij meer nieuwe andere mensen aan die dit specifiek nodig hebben van ons beiden. En dat is ook wel heel interessant hoe dat ja, vorm heeft gegeven de laatste maanden. En dat, hoe dat we hier dan vandaag zitten om dat aan jullie voor te stellen. Dus ik denk dat we er allebei heel trots op zijn. Het heeft ook zijn vaste logo, zijn vaste Instagram. Dus we hebben alles zo met veel liefde gemaakt. En wij hopen zeker dat dat mag reflecteren naar iedereen die kijkt. Ja, inderdaad. En je moet maar denken, wij spreiden onze vleugels, Axel en ik. Wij vertrekken en onder onze vleugels mogen meer reizen doorheen dat pad in spiritualiteit. Dus je bent veilig, je bent omringd, je bent niet alleen. Oh, er zijn er dan zoveel naast u die ook gewoon op dat pad zitten. En dat is ook heel fijn om mee te maken, denk ik, dat je, ja, dat je dat niet alleen moet doen. We hebben alle twee een heel stuk alleen gedaan. En het is dat ook dat we willen voorkomen. We willen echt dat veilig kader aanbieden waarin dat jij kunt gaan experimenteren en exploreren. En soms eens tegen de muur lopen. En dan, weet je, if you fall, we'll catch you. Weet je, in die 6 maanden, je gaat wel eens neervallen en op hun bek gaan. En, maar dat is de bedoeling, hè? Dat je jezelf echt even durft tegenkomen. Ja. Je moet leren, het schrik gaan hebben uiteindelijk. Leren omgaan met je donkerte, met je schaduw. En je leren wat het is eigenlijk om met je schaduw te werken, effectief. En op het moment dat je je schaduw kunt omarmen, dan you fully embrace yourself. En dat is waar we eigenlijk naartoe moeten. Dus we gaan je angsten een beetje doorbreken op bepaalde vlakken. En we gaan jezelf op creatieve manieren ook opnieuw leren kennen. Ja, inderdaad. Ik denk dat we dan wel goed rond zijn, hè? Ja. Ik vind het heel fijn om daar een babbelke over te doen. We hebben hier. Ja, weet dat de waarheid in u zit. Hè. De waarheid zit in u en het moet gewoon naar buiten komen. Oh my god. En jij moet inschakelen waar dat je kan helpen. Kijk. Fluit expressie. Ah, ja. Nice. Lucht creativiteit. Dat is echt zo. Ja. Wat we net allemaal zeiden. Dood transmigratie. Migratie. Dus echt transmuting pain, transmuting darkness to light eigenlijk. En rijkdom. Offergaan. En dat gaat ook over het leren van abundance. Dus je moet denken, we hebben allemaal het geboorterecht om geluk te hebben, te zijn. Om rijkdom te hebben, te zijn. In verschillende aspecten. Is het van liefdesrelaties tot effectief materieel je rijk voelen. We hebben allemaal dat geboorterecht. En dat is iets wat je eigenlijk opeist als je heks bent. Dat je zegt van, ik verdien dat, ik ben dat waardig. Dus dat hoort daar zeker bij. Dus creativiteit, expressie, rijkdom en transmigratie, de dood. Hè, dus de transformatie van jezelf. Dat zit allemaal in clandestien. Ja, prachtig. Klopt. En nog veel meer. En nog veel meer. Oh, zoveel meer. Voilà. Dus bekijken. Ja, dus van, bij deze hebben wij onze programma's even toegelicht. Gezegd wie dat we allebei zijn. En ik denk dat dat meer dan genoeg is. Zo hebben jullie een idee. En ik zou zeggen, exploreer zelf een beetje. Ga naar de website, ga naar de Instagram. Hou ons in de gaten. En op de dag dat, dat het voor u nodig is om bij ons te zijn, dan ga je dat gewoon voelen. En dan verwelkomen wij jou met heel veel plezier. Ja, inderdaad. En als je nu naar de website gaat en je zet je op de wachtlijst voor het volgende live-programma, hè, dus de clandestine priestess, dan je kunt je nu op de wachtlijst zetten, want de 29e met de nieuwe maan nu, gaan we daar een mailtje rondsturen naar iedereen die zich op de wachtlijst zet. Weet dan dat er een klein cadeautje is, als ook als je zou inschrijven voor andere programma's nu van ons voor die nieuwe maan, is er een klein extraatje dat je kunt krijgen van ons. Ik vind dat wel leuk om even mee te geven. Ja. Dus als je het voelt, ook niet te lang wachten, want het is nu al de moment voor een extraatje. Maar sowieso neem je tijd, altijd divine timing, daar geloven wij in. Ja, exact. Je komt altijd op de juiste moment, op de juiste plaats. Dus heel hard bedankt vandaag om te kijken. En deze video is sowieso ook op jouw pad gekomen met een reden. Think about it. En dan en veel licht. Mwah. Much love, everybody. Bye-bye. Bye-bye, Axel. Doei.